tentoonstelling gaat eigenlijk over kunstenaars die zich met het schilderen zelf bezighouden. Hun onderwerp is het schilderen zelf. Een schilderij bevat heeft een drager, een doek en verf, kleur, lijn en vlak. Maar je kan hier zo mooi zien aan dit doek van Tom de Groot. Tom de Groot gebruikt doeken die verder niet geprepareerd zijn. Dus je ziet heel duidelijk dat het hem gaat om het materiaal van het schilderen. Ja, ik zie mij wel als een schilder. Alleen dat zien heel veel anderen niet zo. Ik ben inderdaad een knutselaar, maar eigenlijk een timmerman. Ik kom tot werk door te doen. Ik gebruik het meestal om een bepaalde eigenschap van verf. Of ik dek het af, of ik maak een atmosferische kleur. Of ik kras erin. Ik gebruik het als materiaal, als kleur, als vloeistof, als dat soort formele dingen. Wat wel voor mij essentieel is, er zit eigenlijk altijd wel verf in. Ik ben vooral in mijn beginperiode geïnspireerd door ruimtelijke mensen, door beeldhouwers. Maar dat is eigenlijk door het schilderen wel weer ingehaald en overgenomen. Maar ik zie wel dat ik die twee disciplines schilder en beeldhouw samenvoeg. Een mooi aspect van werken in deze tentoonstelling is dat voor heel veel werken we als het ware meegenomen worden, getuigen zijn van de zoektocht van de kunstenaars. Eén voorbeeld daarvan is het Monochrome in Progress van Bob Eikelboom. Een ander voorbeeld hebben we gezien, dat is de installatie van Clary Stolten, waarin ze letterlijk ons meeneemt in het atelier en haar hele subtiele zoeken laat zien. En een andere wou ik illustreren met het werk van Aart Houtman hier achter mij. In dit werk, een collage waarop hij weer heel veel schilderijen letterlijk op heeft geplakt, laat hij vier mogelijke uitkomsten zien van het werk zelf. Maar daardoor maakt hij letterlijk zichtbaar welke beslissingen hij kon nemen, welke keuzes hij kon nemen, welke mogelijkheden hij heeft gezien. Maar vooral belangrijk vind, is dat de kijker een soort hele duidelijke eerste reactie met het werk heeft. Dus het is ja of het is nee, of je denkt af of onaf. Vervolgens is het werk pas geslaagd als het natuurlijk naar langer kijken, dat het meerdere lagen krijgt. En wat het voor mij heeft, dat het refereert naar een soort populaire cultuur die dit soort kleuren en verven ook erg mooi vinden, net zoals ik. Mooi vind ik als ik deze tentoonstelling zie, dat ondanks dat het vak van schilderen al zo oud is, dat in al het zoeken van die kunstenaars nog zoveel ruimte wordt ontdekt. Dat er nog zoveel nieuws kan in de schilderkunst. Het blijkt dat als je je fascinatie volgt, en als je echt onderzoek gaat doen, dat er een enorme ruimte ontstaat en allerlei nieuwe mogelijkheden zich aandienen. Ja, er wordt me wel eens gevraagd van waar moet ik nou op letten als ze mijn werk zien. Ik denk, je moet in eerste helemaal niks, liever niet. Maar mocht je als een soort aanleiding voor mijn werk om iets te begrijpen wat ik doe, is gewoon je mond houden en het een kans te geven. Gewoon de tijd te geven. Zodat op een gegeven moment gaat hij wel praten. Als je iemand de kans geeft, die zwijgt en je bent ook stil, op een gegeven moment gebeurt het gewoon.